is de set begonnen. Daarna heb ik de kans gekregen om naar Ajax te gaan. Daar heb ik 11 jaar gevoetbald. Vervolgens een contract getekend bij Ajax. Niet gehoord wat ik ervan had gehoopt. Vervolgens ben ik naar RKC gegaan. Heb ik een jaartje gevoetbald. Heb ik een contract verdiend bij AZ. Waar ik 5 jaar heb gevoetbald. Waar ik onder andere kampioen ben geworden. Vervolgens heb ik bij Heracles Almelo gespeeld. NAC Breda. NEC Nijmegen. Dus dat zijn nog wel een aantal clubs. Van de Milano Kundus voetbalschool. En ja, zoals je ziet zijn ze er best wel met grote getalen op afgekomen. En ja, het is een start van iets moois hopen. Leuke club is dit? Het is gewoon een volksclub. Het is een thuisclub voor iedereen. Ja? Alle kleuren, geuren, alles past erin. Voelen mensen zich ook thuis hier? Jazeker. En voelt u zich thuis? Heel zeker, ik heb hier gevoetbald toen ik klein was. En alle broers ook. Alle broers hebben hier gevoetbald. En die zijn nou trainers. Ik geef ook af en toe les. Oké. En woont u nog hier in de buurt ook? Ik zit nu in de Staatslieden, in een andere volksbuurt. Oké, Staatslieden. Daar woon ik ook. Ja, leuk toch? Ja, dat is echt mijn buurtje hoor. En hoe lang ben je dan al lid van de club? Ik denk mijn hele leven onderhand. Oh, ja. Toch wel, ja. Ik was er even tussenuit. Je krijgt kinderen, gezinnetje en alles. Nou, dan krijg je een zoon, die wil graag gaan voetballen en dan kom je weer terug. En voetbal je zelf nog? Ik geef lesjes af en toe, moet ik ook een beetje zo'n potje meespelen, ja. Oké. Als trainster. Ja, leuk. Ja. Oké, we komen weer terug. Wat is het doel van de voetbalschool? Nou, het doel van de voetbalschool is om de kinderen zeg maar wijs te maken of te leren wat profvoetbal vraagt. Het is meer dan alleen tegen een balletje trappen. Het heeft natuurlijk ook te maken met hoe leef je buiten het voetbal. Doe je best op school. Het is natuurlijk, voetbal is natuurlijk niet de hoofdreden in een kinds leven. Het is natuurlijk ook belangrijk dat een kind zijn best doet op school. En daarin willen wij ook de kinderen zo goed mogelijk proberen te begeleiden. Dus, ja, want ik zie hier die jongens al lopen, die zijn natuurlijk, dit is allemaal technisch gebeuren, maar het gaat dus ook om mentaliteit? Ja, mentaliteit, voeding en alles wat we de kinderen zeg maar, kunnen bijbrengen. Natuurlijk is het ook gewoon zaak dat we de kinderen ook buiten het voetbal bijbrengen wat de normen en waarden zijn. Voetbalschool is leuk, kinderen houden van voetbal, ze vinden het leuk om te voetballen. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat voetbal de hoofddoel in een kinds leven wordt. Dat zou denk ik niet reëel zijn. Kinderen moeten ook weten dat ze hun best op school moeten doen. En wat er buiten het voetbal gevraagd wordt. En daarin wil ik ze heel graag helpen. Okay. En wat is het verband met Noord in Water? Noord in Water is zeg maar een partner van mij. Is een soort vader van mij geweest gedurende mijn voetballoopbaan. En die heeft mij nu onder zijn hoede genomen, waaronder wij nu zeg maar, samen dit concept hebben bedacht. Hij is een voetbalschool in Amstelveen en die heb ik hier. Oké, okay. Laatste vraag. Je bent eigenlijk weer een beetje thuis bij SDZ. Ja, wat vind je van de club tegenwoordig? Ik vind het heel mooi geworden. Ik ken SDZ nog van de voetbalvelden. Nu is het allemaal kunstgrasvelden geworden en het ziet er allemaal professioneel uit. Ik ben
ik ben blij dat ik hier deel uit van kan maken en zorgen dat, dat de club naar een hoger plan te brengen. Oké, dankjewel. Succes. Come on, baby, light my fire. Shiny set the night.